Wil je je blog uitbesteden? Dat kan een prima idee zijn. Je kunt je concentreren op je business, terwijl een professional ervoor zorgt dat je bedrijfsblog floreert. Maar als je denkt dat je er dan helemaal geen omkijken meer naar hebt, vergis je je. Want ook voor jouw uitbesteden blog geldt, rommel erin en rommel eruit. Zonder een goede briefing zal zelfs de beste beroepsschrijver geen goede tekst voor je kunnen schrijven. Daarom geef ik je in deze aflevering van de drie voorwaarden waaraan een goede briefing moet voldoen. Blijf zeker kijken tot het einde, want dat scheelt je straks veel tijd en ellende bij het uitbesteden van je webteksten. Welkom bij de 3 met elke aflevering 3 tips en tricks om je webteksten te verbeteren. Ik ben Erik van CopyRobin en het is mijn missie om voor jou een nog betere marketeer te maken. Bij CopyRobin zien we dagelijks tientallen briefings voor blogposts voorbij komen en onze schrijvers kunnen op elke briefing die ze ontvangen feedback geven. Daardoor weten we inmiddels heel goed aan welke voorwaarden een briefing voor een tekstschrijver moet voldoen. Voorwaarde 1. Een duidelijk waarom. Vertel de schrijver van je tekst wat het is dat je met die tekst wilt bereiken. Wil je je lezers informeren, motiveren of inspireren? Wat moet de call to action zijn? Met andere woorden, wat wil je dat de lezer doet na het lezen van de tekst? Doorklikken naar een andere pagina, contact opnemen, zich inschrijven voor je mailinglist, een product kopen. Leg altijd goed uit wat je wilt bereiken met je tekst. Voorwaarde 2. Een goed omschreven wie. Beschrijf wie de tekst gaat lezen. Zijn het mannen of vrouwen of beide? Hoogopgeleid, laagopgeleid? Met welke problemen kampen ze waarvoor jouw organisatie de oplossing biedt? Wat zijn hun angsten, passies, ambities en overtuigingen? Heb je al persona's gemaakt van de doelgroep? Deel die dan zeker met de schrijver in de briefing. Met welke voice en toon wil je je lezers aanspreken? Formeel of juist informeel? Gebruik je bepaald jargon? Met andere woorden, stel je ideale lezer zo goed mogelijk voor aan de schrijver. Dat maakt haar of zijn werk een stuk makkelijker en jouw eindresultaat een stuk beter. Voorwaarde 3. Een gestructureerd wat. Omschrijf concreet wat het precies is dat je wilt dat de schrijver gaat schrijven. Is het een blogpost, artikel, nieuwsbrief of webpagina? Hoe lang moet de tekst zijn? Wees zo duidelijk mogelijk over wat je wilt dat de schrijver straks levert. Geef waar mogelijk linkjes naar voorbeeldteksten en of nuttige bronnen. Formuleer indien enigszins mogelijk een beknopte structuur van je verhaal. Oftewel kop, midden en staart. Zet de belangrijkste punten of argumenten die je wilt overbrengen in bullet points. Hiermee bereik je niet alleen dat de schrijver een betere tekst voor je zal schrijven, maar ook dat de tekst inhoudelijk, feitelijk jouw verhaal is. Ik neem de 3 voorwaarden voor een goede briefing nog even met je door. Voorwaarde 1. Een duidelijk waarom. Wat wil je met de tekst bereiken? Voorwaarde 2. Een goed omschreven wie. Voor wie is de tekst bedoeld? En tenslotte voorwaarde 3. Een gestructureerd wat. Wees zo duidelijk mogelijk over wat je wilt dat de schrijver straks levert. Dat waren de 3 van deze keer. Nu jij. Houd je aan deze 3 voorwaarden bij het opstellen van je briefings en just hit publish. Wil je graag meer webcopy tips en tricks? Abonneer je dan op de 3 en mis nooit meer een aflevering. Of ga naar copyrobin.nl en schrijf je in op onze mailinglist. Zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste schrijftips.